Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Vandaag is het een bijzondere dag voor onze praatgroep voor teleurgestelde uitvinders, want wij heten een nieuw iemand welkom. Mark. Ja, dat ben ik. Zij de gek. Nee, ho ho. We zijn niet gek. We zijn... teleurgesteld. Mark, vertel ons. Waarom ben je zo teleurgesteld? Nou, ik heb een geweldige uitvinding gedaan die de wereld ontzettend veel moois had kunnen brengen. Zo herkenbaar, hè? Maar in plaats daarvan gebruiken ze het om alleen maar rotzooi te trappen en ellende te veroorzaken. Je kan je bij ons aansluiten, Mark. I feel you, bro. Wat heb je uitgevonden, Mark? Facebook. Oh, mondje. Goh, oh, nee. Ja. Okay. Ik dacht, leuk, hè? Een digitale vriendengroep, hè? Handig om nieuwe mensen te leren kennen, oude vrienden terug te vinden, reclames die speciaal op jou zijn ingericht. Maar wat denk je? Complottheorieën, fake news, trolls. Dat je zoiets moois zo lelijk inzet. Ja. Sorry. Zie, misschien dat jouw verhaal Mark wat kan kalmeren? Ik ben seeing, Woo. Ik heb het buskruid uitgevonden. Oh my god. Ik dacht, leuk, vuurwerk, trektouwtje, Christmas crackers. En handig als je een tunnel door een bergmassief heen wil maken. Ik zag alleen maar voordelen. Dan ken je de mensheid nog niet, hè? Bommen, granaten, kogels, niets dan dood en verderf wordt er gezaaid met mijn uitvinding. Ik leef er al een tijd mee, maar het grijpt me elke keer weer aan. Tja, Marie. Mag ik jou de beurt geven? Oh, ik was er al bang voor. Mijn naam is Marie Curie, ik ben uitvinder en ik ben pionier op het gebied van radioactieve straling. En dan zit ik hier te huilen. Ik dacht, dat is mooi, hè? Daar kunnen we zieke mensen mee bestralen, kanker mee bestrijden. Voor mijn part hadden ze er alleen maar energie mee opgewekt. En dan had ik ook gewoon trots kunnen zijn, maar nee. Het zijn kernbommen, atomenkoppen, nucleaire dreiging. Gekken die dreigen de wereld te vernietigen met mijn uitvinding. Soms denk ik... Misschien heb ik een slechte uitvinding gedaan. Dat denk ik ook heel vaak. Nee, Mark, want... Er zijn geen slechte uitvindingen, wel slechte mensen. Nog een keer. Er zijn geen slechte uitvindingen, wel slechte mensen. Is dit de praatgroep van teleurgestelde uitvinders? Ja. Ik heb het opblaasbaar dartbord uitgevonden, maar niemand wil het hebben. Oké. Er zijn ook slechte uitvindingen. Wat dom. Ja, nou, die heeft duidelijk het buskruid niet uitgevonden. Nee, dat heb ik al gedaan. Kijk eens. Dankjewel.